U kijkt of luistert naar Goolse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag gepresenteerd door Gonnie Spermon en mij, Harry van de Ven. Gonnie vervangt Marjolein Kuppers, die vanwege haar werk op een middelbare school extra voorzichtig wil zijn in verband met corona. En met vandaag drie centrale thema's. Allereerst de kinderboekenweek. Daarover praten we met de Goorlische Sanne Miltenburg van Miltenburg. Toch Miltenburg, goed zo. Zij heeft al ruim 100 kinderboeken geïllustreerd en 10 eigen kinderboeken gemaakt. We zouden daar ook over praten met de nieuwe voorzitter van de literaire kring Goorle, Maartje van Lokven. Maar vanwege een coronatest in haar gezin moet zij in quarantaine. Op een ander moment zullen we met haar kennis maken. Volgende week, 4 oktober, is het Werelddierendag. Met wie kunnen we dan beter praten over de noodzaak daarvan dan met Piet van den Hout. Hij informeert ons ook over de wolf. En omdat het deze maand 43 jaar geleden was dat de beroemde operazangeres Maria Callas overleed, praat operadeskundige Peter Arné ons bij over de betekenis van deze grote vedette. Hij laat ons Callas natuurlijk ook horen. Velen zullen Peter kennen als Willem II-speaker, maar hij vertelt vandaag over zijn andere passie, de opera. En daarbij betrekt hij ook nog de operavoorstellingen op het grootbeeld in het Jan van Bezouw. Maar zoals altijd leidt Gonnie Spermon ons eerst even rond in het gemeentehuis. Gonnie. Ja, daar gaat het natuurlijk allereerst over de begroting. Hè? Bezuinigingen op het sociale domein en belastingverhoging. Dat zijn de twee pijlers waarop het dekkingsvoorstel van het college van BMW rust om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Zoals bekend staat Goorle er financieel slecht voor. Met dit jaar, ondanks de bezuinigingen, een groot tekort van 1,4 miljoen. Ook de spaarpot van de gemeente zit onder het minimum. Volgend jaar blijkt het tekort op de begroting 1,9 miljoen euro te zijn als er geen nieuwe maatregelen worden genomen. Volgens wethouder Poos moeten daarom op hulp en zorg 775.000 euro bespaard worden door een pakket aan maatregelen, zoals minder uitgaven voor jeugdzorg, de WMO, het kilometerbudget van de regiotaxi en het leerlingenvervoer. Ook moet de instroom beperkt worden door strenger te zijn bij het doorverwijzen, de schuldhulpverlening te verbeteren en andere aanbestedingen. Waar en hoeveel precies op bezuinigd wordt is niet te zeggen, aldus de wethouder, omdat de maatregelen allemaal met elkaar samenhangen. Het is dus afwachten wie ermee te maken krijgt. Met deze maatregelen komt het college ook tegemoet aan de gemeenteraad, die vond dat er bezuinigd moet worden daar waar de meeste kosten worden gemaakt. Maar hiermee is het tekort in de begroting dus niet gedekt. Er moet dus ook nog meer geld binnenkomen en dat kan via de gemeentelijke belastingen. Daarom wordt de OZB met 11,7% verhoogd, los van de inflatiecorrectie van 1,2%. Maar, lichtpuntje, omdat de riool- en afvalstofheffing verlaagd kunnen worden door onder andere het inzetten van een spaarpotje, blijft de lastenverzwaring toch beperkt. Huurders blijven ongeveer hetzelfde betalen als dit jaar. Als je een koophuis hebt met een loswaarde van bijvoorbeeld 3 ton, betaal je ongeveer 30 euro meer per jaar. Dus er valt eigenlijk nog een meedenken. Ook voor extra inkomsten worden de tarieven van de leges met 10% verhoogd en dat levert 90.000 euro op. Om aan die 1,9 miljoen te komen waren er dus nog wel meer bezuinigingen nodig. Het college stelt daarom voor om particulieren zelf te laten betalen voor de rattenbestrijding, de bladkorven af te schaffen en de subsidie voor de sportgroep gehandicapten op te heffen. Ook verdwijnt welstand, het geld voor city marketing en de subsidie voor het natuurmuseum. En nog een paar andere meer, maar ik heb te veel om allemaal op te noemen, dat snap je. Op cultuur wordt niets meer bezuinigd, maar dat kon ook haast niet meer na alle bezuinigingen die vorig jaar al werden aangekondigd. Ook valt op dat op de gemeentelijke bedrijfsvoering maar heel weinig wordt bezuinigd. Het college wil trouwens de hondenbelasting niet afschaffen, zoals vorig jaar na een motie van lijsttrekker Goorle wel werd besloten. Maar ze zeggen, als we dat doen, houden we toch nog de 70.000 euro kosten die we elk jaar hebben. Dus hebben we nog een extra gat van 70.000. Dus die willen ze houden.
Het college doet al deze voorstellen door middel van tegeltjes. In dit geval groene tegeltjes voor de bezuinigingen die het college voorstelt. En ze geeft de gemeenteraad door middel van witte tegeltjes nog ideeën voor andere bezuinigingen. Zoals, ik denk, ja, we hebben het ook in beeld. Zoals bijvoorbeeld het schrappen van geld voor taalcoaches voor vergunninghouders, het Bruisfonds en het opheffen van de gemeentepagina in het grootste belang. De rode tegeltjes geven aan waar men niet op wil bezuinigen. Al kan de raad daar natuurlijk wel anders over denken. Om een paar voorbeelden te noemen waar ze dus niet op willen bezuinigen. Geen huurverhoging voor de sportaccommodaties, want die hebben het al zo moeilijk. Niet bezuinigen op wegen, op groen en op de bestrijding van eikenprocessierups. Ook de bijdrage voor de voedselbank blijft intact, net zoals die voor leergeld, de buurtbemiddeling en de subsidie voor burgerinitiatieven. Met al deze voorstellen kan de gemeenteraad dus nu aan de slag. Er is overigens ook rekening gehouden met de ruim 500 reacties van het inwonerpanel. Daaruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat er begrip zou zijn voor het verhogen van de belastingen, maar dat de voorzieningen wel moeten blijven. En ook willen best veel inwoners iets doen voor hun gemeente, maar hoe dat zou kunnen is niet terug te vinden in de begroting. Op 6 oktober is er een beeldvormende vergadering over het dekkingsvoorstel. Dan kan er ook ingesproken worden door burgers. Op 27 en 28 oktober gaan de raadsleden daarover discussiëren. En op 10 november is dan de besluitvormende vergadering. Dan moet de begroting worden vastgesteld om voor 15 november bij de provincie te zijn. En in tegenstelling tot andere jaren is er nog geen meerjarenbegroting gemaakt voor na 2021. Omdat er nog zoveel onzekerheid is over bijvoorbeeld de bijdrage van het Rijk, de economie en natuurlijk de coronacrisis. Tot zover de begroting. Maar ze moeten toch altijd een sluitende begroting hebben tot 4 jaar? Ja, nou, dat is blijkbaar niet per se nodig. Oké. Okay. Als ze ongeveer kunnen aangeven hoe dat zou kunnen, voor volgend jaar moet je sluitend zijn. Dat sowieso. Ja. Iets anders. Goorle is niet blij met het plan van Tilburg om vlak tegen de grens van Riel aan de Rielseweg toestemming te geven voor een gebouw voor 424 arbeidsmigranten. En dat gebouw moet komen op de plek waar nu nog de vervallen gebouwen staan van Hart van Brabant en discotheek Return. Wethouder Fransen is bezorgd en heeft Tilburg in een brief laten weten dat het aantal van 424 niet in verhouding staat tot de 2900 inwoners van Riel. Omdat de arbeidsmigranten aangewezen zullen zijn op de faciliteiten in de kern van Riel, zal dat een onevenredige impact hebben op de lokale samenleving daar en zorgen voor verstoorde verhoudingen. En het zal het draagvlak voor de arbeidsmigranten, die er al zijn, en dat zijn er in Riel al 85, ondergraven, denkt de wethouder. Ze geeft als voorbeeld aan dat het zou zijn, in die brief, alsof 35.000 arbeidsmigranten in één keer aan Tilburg zouden worden toegevoegd. Dat is ongeveer dezelfde verhouding. Voorlopig blijft men wel in gesprek met Tilburg. Op 29 oktober houdt de initiatiefnemer en de gemeente Tilburg een informatieavond. Wethouder Fransen gaf aan dat het nog niet helemaal zeker is dat de huisvesting er komt, maar dat wel bekeken wordt of eventueel juridische stappen tegen de komst mogelijk zijn. En wat de informatieavond betreft, alle inwoners van Riel en een groot deel van de Helle krijgen daarvoor, en kregen sommigen al daarvoor, een uitnodiging. Er zijn 2200 brieven verstuurd. En de avond is ook via een livestream te volgen, want er mogen, dacht ik, per keer nou nog maar 30 mensen binnen. Dus dat is wel een probleem. Goed, alle Nederlandse gemeenten moeten voor het eind van volgend jaar een transitievisie warmte opstellen. Daarin staat hoe hun woningen in de toekomst zonder aardgas verwarmd gaan worden. Per wijk moet worden aangegeven hoe dat in zijn werk moet gaan en met welke methode. In 2050 moet volgens het klimaatakkoord alle warmte duurzaam worden opgewekt. Om daar een begin mee te maken heeft het college een startnotitie opgesteld met daarin een plan van aanpak. Eerst moet bekeken worden wat er nodig is en dan natuurlijk met deskundigen wat er mogelijk is. Van het begin af aan zullen bewoners hierover worden geïnformeerd en later, als de plannen per wijk worden uitgevoerd, er zeker bij worden betrokken. Minimaal 8 jaar voordat een bepaalde wijk van het aardgas afgaat, moet de gemeenteraad voor die wijk een plan opstellen, een zogenaamde WUP, zodat de bewoners voldoende tijd hebben om hun woning aan te passen aan duurzame warmte. Van het gas afgaan zal voor Goorle overigens nog niet zo gemakkelijk zijn, omdat wij niet aangesloten kunnen worden op het warmtenet van de Amerscentrale
en ook in een waterwindgebied liggen, waardoor het gebruik van grondwaterpompen beperkt is, aldus wethouder Fransen. Toch liggen er mogelijkheden, bijvoorbeeld door biogas, warmte uit water en uit de bodem. En waterstof, dat kwam ik nog niet tegen in het verhaal. Nee. De eigenaren van Bojangles en van het door brand verwoeste pand van Tra aan de Tilburgseweg willen graag toestemming van de gemeente voor een nieuw pand op die plek. Met daarin 12 appartementen op 2 verdiepingen en op de begane grond weer horeca voor Tra en Bojangles. Het pand van Bojangles blijkt van binnen ook helemaal verwoest en kan niet meer gebruikt worden. Het is nog niet duidelijk of het nog opgeknapt kan worden of helemaal nieuw moet worden opgebouwd. Daarom vast de indiening van dit plan. Het college staat er in principe positief tegenover, maar wel met voorwaarden. Er mag geen detailhandel komen en het pand mag niet hoger worden dan 3 bouwlagen. Ook moet het achterliggende parkeerterrein openbaar blijven. En tot slot een stapje verder voor de bouw van de appartementen in de Maria Boodschapkerk. Er zijn een 6-tal reacties binnengekomen op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarop is het plan op een aantal punten aangepast. En nu kan het als ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Tot zover. Nou, dankjewel, Gonnie. Je hebt ons weer enorm goed bij gepraat. Ook. Zeer volledig naar mijn idee zelfs. En als die gemeentepagina verdwijnt, dan kunnen ze voortaan naar jou luisteren. Het is nog geen voorstel om dat te doen. Nee, dat, okay. We zijn ook niet de spreekbuis van de gemeente. Hè? Goed, dan gaan we over op het volgende onderwerp. En daarvoor hebben we hier vandaag in de studio Sanne Miltenburg, zoals ik al aankondigde in de inleiding. Sanne, die schrijft en tekent. Mm-hmm. En zij noemt haar bedrijf, als ik het goed heb, teken. Sanne tekent en schrijft. Ja, heel simpel. Ja. In het oog, in het hart. Ja. Wie is Sanne? Stel je eens even voor aan onze kijkers en luisteraars, voor zover dat nog nodig is. Ik ben Sanne Miltenburg. Ik ben illustrator en schrijver. Hoor je dat maar goed? Ja, illustrator en schrijver. En ik ben nu 15 jaar bezig met mijn bedrijf. En wat ik het liefste doe, is mijn eigen verhalen maken. En dit jaar is mijn 6e prentenboek uitgekomen met eigen tekst en illustraties. En daar ben ik heel erg trots op. En ik wil nog veel meer mooie boeken gaan maken. En ja, maar nog meer. Ik woon nu sinds 3 jaar ongeveer in Goorlen. En ik heb gestudeerd op Sint Joost in Breda. Tussendoor heb ik ook nog een paar jaartjes in Amsterdam gewoond. Ja, verder is. En kom je niet oorspronkelijk uit Goorlen ook? Nee, ik ben geboren in Tilburg. Okay. Dus ook niet zo ver weg daar vandaan. Ja. Maar je ouders wonen nu in Goorlen, begreep ik ook. Ja. Goed, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om dit vak, zeg maar, te kiezen? Jouw passie van het maken van leesboeken, prentenboeken en illustraties? Ja, ik heb eigenlijk altijd heel veel plezier gehad in verhalen maken, schrijven en erbij tekenen. En dat ging vanzelf. Ik maakte boekjes en ik schreef gedichten en ik probeerde gewoon van alles uit. Op de basisschool al? Ja, gewoon als hobby. En inderdaad op basisschool en dan toen ik ouder was. En toen moest ik kiezen wat ik verder ging studeren. Toen ben ik nog even gaan kijken bij journalistiek. Ik dacht van ja, iets met tekst. Nou, dan word je journalist. Maar dat vond ik veel te suf. Alleen maar, ik weet niet, dingen schrijven die al gebeurd zijn. Ik vond het leuk om dingen te verzinnen. Dus uiteindelijk ben ik naar de kunstacademie gegaan. Daar heb ik gestudeerd voor illustrator. En naar de rand ben ik ook schrijfopleidingen gaan volgen in Amsterdam. En verschillende cursussen. En ja, uiteindelijk moet je gewoon boeken gaan maken. Heel veel dingen gaan maken. En op een gegeven moment komt er een door de keuring van de uitgever. En dan vanaf daar weer verder. Ja, ja. Hoe gaat dat zo'n eerste keer? Dan moet je op pad naar al die uitgevers? Ja, je stuurt verhalen op. En de eerste keren krijg je heel vaak te horen. Nee, dit is hem niet. En zeggen ze dan ook waarom het niet is? Nou ja, in het begin is het vaak nog zo slecht dat ze daar niet aan toekomen. Want dan is het gewoon een waslijst zijn. Maar als je reactie krijgt van nou ja, we vonden dit wel leuk, maar dat kan je nog een beetje op letten. Dat is een heel goed teken, ja. Want dan ben je al een beetje halverwege. Dan hebben ze het in ieder geval gelezen. En dat zijn de goede afwijzingen, ja, zeg maar. Vanaf daar bouw je verder. Ja. En je beperkt je tot kinderboeken of heb je ook boeken voor ouderen? Nou, dat is niet echt. Vind ik een beetje saai om te schrijven. Ik vind het leuk, kinderboeken, dat is een vrolijke wereld. Prentenboeken misschien ook wel voor oudere kinderen uiteindelijk. Ja, ja. En daar zijn nog zoveel verschillende boeken in te ontdekken. Is de markt groot genoeg? Want je hebt er je beroep van gemaakt. Je kunt er van leven dan, begrijp ik. Als illustrator verdien ik eigenlijk mijn kostje. Mm-hmm. En vooral voor boeken van anderen.
Mm-hmm. Ook voor educatieve boeken, voor lespakketten en dergelijke. Ik maak ook tekeningen voor puzzels, voor stickers, voor van alles. En dus daarnaast, het is heel breed. Ja, en daarnaast maak ik dus ook mijn eigen boeken. En daar kan ik nog niet mijn broek mee ophouden. Maar ik timmer aan de weg. En wie weet kan ik daar uiteindelijk meer tijd aan besteden. Dat zou ik wel heel graag willen. Ja. Ben je met specifieke thema's bezig binnen je boeken? Ik ga alle kanten op. Ik vind heel veel interessant. Als ik kijk naar thema's. Ja, de boeken die ik eerder heb gemaakt. Vriendschap. Verschillen. Jaloezie. Talenten. Wilskracht. Ook een beetje de consumptiemaatschappij. Van de papawinkel. Maar dat zullen niet veel mensen nog niet inzien. Dat is heel grappig gebruikt. Maar ik denk er wel over na van. Dat mensen heel snel spullen kopen. En soms niet eens weten wat ze al in thuis hebben liggen. Nou ja, ik denk over veel dingen na en ik vind het veel interessant. Dus ik ga vaak alle kanten op. Ja, ja. Onderwerpen maar, genoeg dan. Ja. Wat zijn de dagelijkse dingen waar ze tegenaan lopen? Dat kunnen ook wilskracht had je het over. Dat is ook iets wat in je laatste boek met name een thema is. Mm-hmm, dat klopt. Mijn laatste boek is Betoverde Balletschoentjes. Het gaat over een meisje, ik zat even in het kort even verhaal. Het gaat over een meisje, Floortje, die gaat voor het eerst naar ballet. En die denkt, nou, dat gaat helemaal geweldig. En dan word ik straks een ster en dan krijg ik de hoofdrol. Want ze gaan dan binnenkort een balletvoorstelling opvoeren in de school. En de eerste balletles gaat heel, heel erg slecht. En ze schaamt zich en ze stuntelt. En ze heeft echt zoiets van, dit is helemaal niks voor mij. En haar vriendinnetje, die al veel langer op ballet zit, die krijgt de hoofdrol. En die is helemaal blij als ze in de kleedkamer komt. En dan is Floortje heel jaloers. En die roept keihard, ik wou dat ik net zo goed kon dansen als Lilian, dat vriendinnetje. En op dat moment is er net een vallende ster, natuurlijk, toevallig. Ja. En dan gaat haar wens in vervulling. Maar op zo'n manier dat Lilian haar talent kwijt is, waar ze zo hard voor gewerkt heeft. En dat meisje wat net begint met balletdansen, kan opeens supergoed dansen uit het niks. En nou ja, je moet maar het boek gaan lezen om te kijken hoe dat afloopt. Maar het gaat er dus eigenlijk om van dat je wordt, zelfs voor ontspannend. Ja, ja. Maar je wordt ergens goed in door heel veel te oefenen. Ja, het zijn ook erg mooie tekeningen die erin staan, heb ik gezien. Dank je. Maar jouw tekenstijl is niet altijd eenduidig, heb ik gezien in de meerdere boeken. Doe je dat met opzet? Of? Ja, ik vind het ook saai om één stijl te kiezen. Als ik een verhaal schrijf, dan komt er een bepaald beeld in me op wat erbij past. Bijvoorbeeld voor het balletboek zijn de armen en benen iets langer dan wat ik normaal teken, omdat het ballet heel sierlijk is. En dan moet je die beweging van de armen en de vingers en de handen goed kunnen laten zien. En als je een heel klein, schattig, klein meisje hebt, dan ziet het er vaak meer schattig uit dan elegant, zeg maar. Ja, 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 ja. Dus ik wou ze iets langer maken. Mooi. Goed, leuk dat je daar zo over nadenkt en dat zo uitwerkt. Je hebt nu zo zeker 100 boeken geïllustreerd, veel meer illustraties nog gemaakt. En 10 boeken van jezelf. Heb je daar nog inmiddels landelijke bekendheid mee? Ik zou wel willen. Ik heb één keer in Omroep Brabant bij een uitzending gezeten. Dat is het hoogste wat ik tot nu toe heb gehaald, zeg maar. Dus dan moet je de provincie nog uit? Nou, ik weet het niet. Ik gooi steeds het balletje op en ik stuur wel artikelen. Maar het is lastig om ergens te komen. Dus ik ben heel blij dat ik hier mocht komen. Je bent nog niet uitgenodigd voor de Gouden Griffel? Nou, dat hoef ik niet te hebben. Als mijn boeken maar... Of de Gouden Penseel, hè? Dat zou mooi zijn. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon dat ik boeken kan maken en dat ze verkocht worden. En daar ben ik al heel blij mee. Ja, zeker. Ja, je moet ergens beginnen. Maar je hebt toch wel dat doel, neem ik aan, om wat verder te komen in je leven. Oh, zeker. Huh? Ik maak het beste wat ik kan en dat is het enige wat je kan doen. Ja. Nou, en het is ook niet helemaal toevallig dat we jou uitgenodigd hebben. Want vandaag begint de Kinderboekenweek. Mm-hmm. En ook daar ben jij hier in Goorlen bij betrokken geweest, heb ik begrepen. Nou ja, het was eigenlijk, ik heb een boekenfeestje gehad vanmiddag in de Biep van Goorlen. Met betoverde balletschoentjes. Er werd voorgelezen en er werd gedanst door 2 echte balletdanseressen. Er werd een mooi piano gespeeld live. En er was een heel leuk show omheen eigenlijk. En er waren iets van 30 mensen die daar naartoe zijn gekomen, die zich ook moesten aanmelden. Dus het was wel een beetje onhandig met de coronamaatregelen, maar het is toch goed verlopen. Ik ben heel blij ermee. Ja. Ja, en zo moet je toch ook weer die bekendheid zien te gaan krijgen natuurlijk. En de Kinderboekenweek van vandaag begonnen, duurt tot 11 oktober.
Jij vindt boeken en lezen belangrijk. Mm-hmm. Kun jij eens aangeven voor onze jonge luisteraars, die we hopelijk ook hebben, waarom lezen nou zo belangrijk is? Ja, lezen. Ik vind dat het je wereld vergroot. Je zit op de bank en je leest over andere landen, over andere culturen. Ik heb een keer iemand over horen praten en die had een heel mooi begrip ervoor. Hij zei van ja, boeken zijn net spiegels en het zijn net ramen. Als je een raam hebt, dan kijk je naar anderen. Dan leer je over anderen. En als je in een spiegel kijkt, dan zie je jezelf. En dan zie je dat je ook erbij hoort. Bijvoorbeeld, als je homoseksueel bent of zo, dan lees je ook van, oh, dit jongetje of meisje is ook. En hoe doen zij dat? Dus dat iedereen zichzelf herkent in de verhalen en hoe voelt dat hij erbij hoort. Dat vind ik heel mooi van boeken. Je zou in principe gewoon heel je leven in één kamer kunnen zitten en toch zou je de wereld kunnen leren kennen. Ja. Ik kom zelf uit het onderwijs. Mm-hmm. En wat mij altijd zo frappeerde, is dat kinderen in het begin, als ze leren lezen, lezen fantastisch vinden. En dan kunnen ze niet genoeg van die boekjes maar krijgen. Maar nagelang dat ze ouder worden, wordt dat bij heel veel kinderen een stuk minder. Heb jij daar een idee over, hoe dat komt? Ja, mijn broertje stuurde vandaag, gisteren of zo, die stuurde een link door van Lubach. Dat ging over begrijpend lezen, dat waarschijnlijk de reden is waarom in Nederland en in België het leesplezier heel erg gedropt is sinds een aantal jaren. Omdat je dan te technisch naar een tekst kijkt. En dat je eigenlijk het plezier van het lezen, dat daar wordt niet de nadruk op gelegd. Het is gewoon echt begrijpen en de thema's en de kern noemen en het onderwerp en leidend voorwerp. En het leuke wordt gewoon afgeschraapt. Dus ze zouden eigenlijk minder begrijpend lezen moeten doen. Ja. Dat was zijn conclusie. Of meer belevend lezen. Nou ja, het feit is wel, het is belangrijk begrijpend lezen. Maar dat kan je ook via het plezier van het lezen krijgen. Als jij gewoon heel veel boeken leest, dan ga je onbewust heel veel leren over dat begrijpend lezen. Dus dan zou het daarna kunnen. Maar niet eerst. Niet daarmee beginnen. Nou ja, ik weet niet precies hoe het opgezet is. Ja, maar je weet dat natuurlijk nog beter. Ja, maar dat filmpje van Lubach vond ik wel verhelderend. Dat ik dacht van ja, daar zou ik best wel aan kunnen liggen. Ja. En is het ook misschien zo als kinderen ouder worden, dat ze andere dingen gaan doen. Tegenwoordig zeker veel op hun scherm zitten in plaats van in boeken. Zou dat ook niet meespelen? Ja, er is veel concurrentie. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad. Ik heb nooit Netflix gehad. Sinds, twee maanden geleden of zo had ik voor het eerst Netflix. En de eerste week zat ik alleen maar aan die tv gekluisterd. En er zat een heel grote stapel boeken naast me die ik ook wilde lezen. Maar het is makkelijker om een filmpje op te zetten dan een boek open te slaan. Maar je moet er eerst even tijd in investeren. En daarna zit je erin. Mm-hmm. Maar in een film is het gewoon opzetten en gewoon achterover hangen. En passief. Alles, je hoeft niks te verbeelden. Ja. Wat je moet zien, zie je. En wat je hoort, hoor je. Dus je hoeft zelf niet zoveel te doen. Maar dat is natuurlijk ook juist een van de aantrekkelijke dingen van een boek. Je hebt je eigen verbeelding bij hetgeen wat er op papier staat. Nou, je stimuleert je hoofd en meer. En je hebt daardoor de kans om daar zelf beelden bij te vormen. Ja, ik denk dat je ook, dat het voor jezelf ook beter is om te lezen dan om de film te kijken. Ik vind het allebei leuk hoor, maar ik voel me wel helderder nadat ik gelezen heb dan nadat ik een film heb gezien. Ja, ja. En nee. Sorry. Ja, ik zie dat we aan de tijd zijn. Ja. Dan gaan we het afronden. Ja. Heb je nog een goede of leuke boodschap voor ons? Nou, blijf lezen. Nou, okay. Niet alleen kinderen, ook voor ons. Ja. Zo is dat. Bedankt Sanne dat je hier wilde zijn en dat we jou wat beter hebben leren kennen. En dat je ons mee hebt geholpen om de Kinderboekenweek even te promoten. Mm-hmm. Dankjewel. Dankjewel. Binnenkom Piet van Hout, welkom. Maandelijkse gast. Nu op een heel mooi moment denk ik, want 4 oktober, en dat is bijna, is het Werelddierendag. En jij bent van de natuur en de dieren. Hoe kijk jij naar Werelddierendag? Met een ambivalent gevoel. Ja, niet omdat ik vind dat het niet nodig is. Maar omdat ik vind dat het accent vaak wat merkwaardig ligt. Het gaat met name Werelddierendag over de aandacht die we schenken aan onze huisdieren enzovoort. En volgens mij wordt er een stap overgeslagen. Want de mens heeft in zijn ontwikkeling heel veel dieren getemd, gedomesticeerd. En daar zijn de huisdieren zijn daar een deel van, maar ook de landbouwhuisdieren natuurlijk. En daarom zou ik op een Werelddierendag het juist over de kwestie willen hebben. En volgens mij ging het daar aanvankelijk ook wel over, hoor, over de relatie tussen mens en dier.
En dan voor eigenlijk vooral met als uitgangspunt het wilde dier. Mm-hmm. Welke ruimte wij bereid zijn om de wilde dieren om ons heen te geven. Kijk, die tamme dieren, die honden en die kat, die worden wel geknuffeld. Daar heb je geen 4 oktober voor nodig. En als je wil weten of iemand ergens iets voor over heeft, dus voor de dieren iets over heeft, dan moet je eigenlijk de vraag stellen, is die bereid een daarvoor kosten te betalen? Als het niet over kosten gaat, is het eigenlijk vrijblijvend. Dus in die zin. En dan denk je aan kosten voor het in stand houden bijvoorbeeld? Er iets voor laten. Kijk naar onze wolf. Hè, nou, de wolf, die hebben we nou in Nederland gekregen. En het was aanvankelijk, nou, iedereen was blij. Totdat ze zagen dat die schapen ging pakken, zo hier en daar. En toen kantelde het ineens. Hè? En daar kom je, dat soort vragen, die zouden op Werelddierendag gesteld moeten worden, vind ik. Dus hoe ga je daarmee om? Welke ruimte ben je bereid die wilde dieren nog te geven? En daarbij komt een diepere vraag. Hoe belangrijk is de natuur om ons heen eigenlijk voor ons? Als wij de hele natuur opsoeperen, dan komen we op een steriel eiland te staan. Ja, dan gaan wij er ook aan. Als je ziet dat er 68% in 40 jaar tijd is verdwenen. Ja. Dan lijkt precies. Me die vraag eigenlijk. Precies, dus we hebben niet alleen de dieren gedomesticeerd, we hebben het hele landschap gedomesticeerd. En die vragen, die zouden voor mij op Werelddierendag centraal kunnen stellen. En zoals het nu gaat, is het wat mij betreft, tenzij het over de bio-industrie gaat, te vrijblijvend. En waarom zeg je tenzij? Ja? Nou ja, de bio-industrie, die dieren hebben ook ingelijfd voor ons doel. Maar daarbij, en dat heeft ook een belangrijke educatieve functie, en dat heeft de kwestie van wildheid ook. Want kinderen weten nauwelijks wat wilde dieren zijn. En als je de Oostvaardersplassen discussie hebt gezien, dan zie je hoe raar de mensen over nadenken. Dat ze niet eens weten hoe die paarden in elkaar zitten, maar ze bij gaan voeren terwijl dat contraproductief is. Maar die bio-industrie, dat is een kwestie van, ik denk dat kinderen veel beter moeten weten waar ons voedsel vandaan komt. Die vinden het eigenlijk heel vanzelfsprekend. Die eten vlees en alles, maar ze hebben geen idee waar het vandaan komt. En dat is een kwestie van educatie. En daarom zeg ik bio-industrie. Als je kijkt hoe wij daar met onze dieren omgaan. Ja, als je dat allemaal bloot zou leggen. En aan kinderen zou tonen, die zouden dat verschrikkelijk vinden om te zien. En dat heeft wel een educatieve functie. Dat maakt een kind gevoeliger voor de relatie tussen mens en dier. Dat is beter tijdens Werelddierendag om het daarover te hebben, ja, dan dat ze de hamster mee naar school mogen nemen. Exact. Want dat vind ik vrijblijvend. Te meer omdat het meenemen van hamsters naar school, dat gaat er ook vanuit dat het normaal is om een wild dier te temmen en in je tuin te hebben. Al die kinderen die met konijnen en vroeger met schildpadden, dat mag nou niet meer, in die tuinen aan het rommelen zijn, de beesten aan het oppakken, die beesten hebben enorme stress. Maar die kinderen hebben er geen idee van. Want dat wordt ze niet geleerd. Nee, nee. Want het is leuk als ze een knuffeltje hebben. Dat soort kwesties. Ja. Ja, die moeten ook gesteld worden. Je maakte zelf al een mooi bruggetje naar de wolf. Ja. Want het is inderdaad een dilemma voor veel mensen. Hè? Er zijn mensen die vinden het prachtig dat die wolf eindelijk in Nederland zich is gaan vestigen. Maar anderen, je noemde de schaaphouders al, die hebben er een gruwelijke hekel aan. Dus, maar... Ja. Hoe zouden we daar tegenaan moeten kijken? Nou, wat is jouw visie? Tuurlijk begrijp ik wel. Het is voor zo'n schapenhouder, als hij ziet dat zijn schaap afgemaakt is ronduit, dat is bijna traumatisch, dat is verschrikkelijk om te zien. Daar heb ik alle begrip voor. Maar het gaat erom wat je als samenleving daartegen doet. En wat je hoort is dat vaak mensen die dan benaderd worden, die meteen gaan schreeuwen van dat die wolf eruit moet afmaken, want dat is niet, want die hoort hier niet thuis. Die kwestie. Hij hoort hier niet thuis. Dat is zo'n vraag. Hoezo hoort hij hier niet thuis? Dat zijn kwesties die dan aan de orde moeten staan. En dan komt de vraag, wat zijn we als samenleving bereid om daarvoor te doen? En wat willen we daarvoor betalen, zodat die schapenhouder zijn schapen kan beschermen? Je wil zeggen, want de middelen zijn er. Onze maatschappij is er niet meer op ingericht, maar daar zou je dus eigenlijk iets aan moeten doen. Ja, omdat we ook het wild totaal zijn ontwend. We weten helemaal niet meer wat wild is.
En we schrikken ervan. We gaan hele rare dingen doen. We weten dat inderdaad niet meer, omdat we ze niet meer tegenkomen. Wij hebben nog nooit een wolf in het wild gezien. Dus het is eigenlijk toch niet zo vreemd dat mensen er zo tegenaan kijken dan. Nee, maar daarom moet dat op Werelddierendag in orde gesteld worden. Daar zou je meer informatie over kunnen geven, bijvoorbeeld. Ja, daar wordt alsmaar overheen gelopen. En dat, er wordt eigenlijk niks aan gedaan, aan die informatiefunctie. En hoe zou je dat beste kunnen doen, denk je? Nou, op scholen. Te beginnen op scholen. Daar begint het, in de klas. Wat ga je dan vertellen over die... Over die wolf en over dat... Ja, tuurlijk. Je hebt toch op school maatschappijleer. Ja, maar wat ga je dan vertellen? Hoe wilde dieren in elkaar zitten? Dat bijvoorbeeld... Ik zou de Oostvaardersplassen zo'n prachtige casus zijn... om te laten zien hoe dieren, paarden of herten... hoe die met de winter omgaan. Dat die allerlei mechanismen in hun lijf hebben met die winter om te gaan. En als je ze dan voedsel gaat geven... dat je dan eigenlijk al die mechanismen om zeep helpt... en het voor die beesten alleen maar slechter maakt. Hebben kinderen geen idee van. Maar laat ze wel nadenken. Ja. En dat geeft ze een gevoel voor dat zo'n wild beest eigenlijk een heel ingewikkeld en interessant organisme is. En heel wat anders dan een knuffeldier. Dat moeten ze leren. Ja, dat maar volwassenen ook, denk ik. En voor en joh, zeker. Kinderen. Zeker, maar het moet bij kinderen beginnen. Hoe is het overigens op de hei? Ja, op de als hei. Als je daar nog even naartoe mag. Ja, dat mag. Op de hei is het goed. Hij is bijna uitgebloeid, zeg ik. Ja, de heideplanten zijn uitgebloeid zo'n beetje. Ja, voor zover ze... Nou, ze bloeiden redelijk, maar hier en daar ook wat magertjes, want het is droog. Ja, heel droog. Wat je nou ziet is eigenlijk de meeste insecten zijn of in hun holletjes teruggetrokken, of ze zijn dood. Dus ik vind dat een raar idee, dat van heel veel insecten bijvoorbeeld de hele populatie in de winter uit eitjes bijvoorbeeld bestaat. Ja, ja. De rest is er niet meer. Maar nu al dood? Is dat niet vroeg? Nee hoor. Als je een paar weken geleden over de zandpaden liep, dan zag je overal van die zieltogende mestkevers. Die hebben zich nu voortgeplant. En in die holletjes zit het nageslacht. En in het voorjaar kruipen die weer naar buiten. Dus het is wel normale tijd. Dat is normaal. Dat is normaal. Ja, de wespen worden ook wat minder, hebben we gezien. Ja, dat wordt ook allemaal... Ja. Dat loopt allemaal een beetje af. Het is als het kouder wordt. Insecten zijn natuurlijk... koudbloedigers, hoe noem je dat dan? Dieren, die zijn hun lichaamstemperatuur steeds aan de omgeving aanpassen. Dus voor hun loopt het seizoen een beetje ten einde. En die bereiden zich voor op de winter. En nu komt de vogeltrek vooral op gang. En dat is het mooie met wildheid. In hoeverre geven wij de beesten ruimte. Dat hangt ook af wat een beest zelf kan. Onze zoogdieren gaat het heel slecht mee, omdat ze geen kant op kunnen. Vogels gaat het ook slecht mee, maar iets minder, omdat die kunnen vliegen. Kunnen en vogels, die bewegen zich over de hele wereld. Die kunnen gebieden met elkaar verbinden. En die passen zich ook aan, hè? Ja, tot op zekere hoogte. Dus ze kunnen niet... Maar ze kiezen toch wel af en toe andere gebieden waar ze dan naartoe gaan. Ja, maar vogels zijn heel kieskeurig. En dat wordt wel heel vaak over het hoofd gezien, ook met zogenaamde... Van die compensatiemechanismen, dan wordt er iets, een gebied weggehaald en dan compenseren we het daar. Als het er maar een beetje groen komt, dan komen die beesten wel weer daar. Niet dus. Vogels zijn heel erg kieskeurig in hoe ze met de omgeving... En dat benadrukt weer hoe ingewikkeld die beesten in elkaar zitten. Die hebben hele specifieke wensen. En dat geeft ook aan dat sommige beesten, waarbij die wensen wat meer algemeen zijn, zoals eksters bijvoorbeeld en kauwen, die doen het redelijk goed. Maar andere beesten die hele specifieke wensen hebben, zoals tapuiten bijvoorbeeld, daar gaat het helemaal niet goed mee. Want die hebben gewoon hele specifieke eigenschappen van hun omgeving nodig. Daar zou je dus het landschap op moeten inrichten eigenlijk? Nee, nee. Want je kunt niet op één dier je landschap inrichten. Verschillende, zorg voor diversiteit bedoel je? Ja, exact. Diversiteit is een kernwoord hier. Want omdat alle beesten zo specifiek zeg maar, hun behoeftes hebben, daarom kunnen ook zoveel beesten samenleven. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de draagkracht van een gebied ontstaat bij de gratie van zijn diversiteit, van zijn heterogeniteit. Want daar kan dat beest leven, daar kan dat beest leven. En beesten leven vlak langs elkaar heen. Maar omdat ze net verschillend leven... En net verschillende behoeften hebben, kunnen ze ook vlak langs elkaar leven. En hebben ze dus dat, kunnen ze samenleven.
Maar dat kan alleen als die diversiteit bestaat. En wat we nu bijvoorbeeld zien op de hei bijvoorbeeld, die wordt nog elk jaar wel geplacht enzovoort. Maar er gaat ook heel veel voedingsstof af. Een aantal planten komen nu niet meer terug. Nee? Nou, dat zie je direct terug in de vlinders. Er komen een paar soorten vlinders nog. Heel veel gaan er weg. Er zijn beesten die hebben zulke specifieke, die moeten echt op dat plantje hun eieren leggen. En die hebben bijvoorbeeld mieren nodig om hun jongen te laten verzorgen. En dat komt allemaal zo nauw, dat als die diversiteit verschijnt, dan gaat het aantal beesten, dus de biodiversiteit aan fauna, die gaat ook meteen, die keldert meteen als een... En wat zou men specifiek voor de rechte hei daaraan kunnen doen? Verschillende planten inzaaien, maar dan ben je ook weer bezig als mens. Ja, alles is door de mens bestuurd. We hebben geen oernatuur meer in Nederland. Maar het is vooral randvoorwaarden scheppen. En het is natuurlijk heel moeilijk, want de bepaalde randvoorwaarden die zijn heel erg dominant. Zoals bijvoorbeeld de stikstofdepositie. We krijgen zoveel stikstof op de hei, dat de grassen, die kunnen daar veel beter van profiteren dan wat fijnere kruiden. Dus die grassen, die schieten allemaal op en die kleinere kruiden, die krijgen geen kans meer. Dus daarom is het stikstofprobleem echt een groot probleem voor de biodiversiteit. Dus het terugdringen van stikstofinput is een hele belangrijke maatregel, om maar eens iets te noemen. Oké. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we weer eens een beetje... Ja. Tenzij jij nog iets anders met ons wilde delen over de rechte hei. We wilden... het graag hebben over de wolf en over, daar hebben we het over gehad. Hè? Ja, ja. Het is boeiend op de rechte heide, want de vogeltrek komt op gang. Dus er komen heel veel vogels uit het noorden en die dalen neer. En welke vogel zien we nou op de rechte heide die we in de zomer niet zien, die dus uit het noorden komt? Nou, straks de klapekster, om maar eens iets te noemen. Hmm. Die heeft hier vroeger wel gebroed. Vroeger, tot aan de jaren 30 waren er nog een paar. Maar die zijn nu ook verdwenen, ook door het landschap. Ja. En er zijn ook heel veel heidegebieden verdwenen. De Brabant was vroeger overal hei. Dus het zijn nu nog een paar postzegeltjes. Ja. En waar zit die bijvoorbeeld, de klapekster? Midden op de rechte hei. Midden op? Ja, gewoon op de rechte hei. Je gaat boven in de boompjes kijken. Daar zitten ze meestal en zitten ze op uitzicht om insecten. Kleine knaagdiertjes, soms een vogeltje, te grijpen. Oké, mag ik het nu toch afsluiten? Mij mag dat. En jou weer hartelijk danken. Graag gedaan. Voor je bijdrage van deze keer. En dat je ons toch weer mee hebt genomen naar die natuur. En met name Werelddierendag is op een andere manier zouden moeten gaan bekijken. Ja. En moeten invullen. Vind ik wel. Met name een oproep naar de scholen zou dat dan zijn. Ja. Nou, laten we het daarmee afsluiten. En hopelijk dat ze het oppakken. Mooi initiatief. Ja. Dank je wel. Ja. Bedankt. Inmiddels is bij ons aangeschoven Peter Anné. Peter, ik hoop dat ik Peter mag zeggen. Nou. Nou, zal ik meneer Anné zeggen dan? Nee, moet je. Oké, hartelijk welkom hier in de studio. Fijn dat u wilde komen. En ik zei het in de inleiding al. Veel mensen kennen u nu van Willem II. En het boek wat daar ook over verschenen is, over heel uw... gebeuren en de chroniek die daarover gaat. Maar daar zijn we vandaag hier niet voor. Vandaag, we hoorden het net al even, was er bijzondere operamuziek van Maria Callas. En Maria Callas, die speelt in uw leven een belangrijke rol, maar opera met name. Ja, opera met name. Vanaf mijn 16e jaar ongeveer werd ik voor het eerst geconfronteerd met opera. Doordat een oom bij ons op bezoek kwam, die bracht van die oude lakplaten mee. En die bracht die eigenlijk mee voor mijn vader, maar die vond het niet zoveel bijzonders. Maar ik werd meteen getroffen door bepaalde aria's en sindsdien is opera in mijn hart gesloten. En dat is zo gebleven. En dat op 16-jarige leeftijd? Ja, dat kan. Ja, het blijft. En het ging namelijk over een heel akelige aria notabene. Ook nog. Ja, het was het slot uit Othello. Ik begreep er niets van. Want Othello doodde zichzelf. Maar ik begreep helemaal niet waarom. Maar de aria werd zo fantastisch voorgedragen. Dat ik voelde, hier is iets ernstigs aan de hand. En
Daar wordt zo intensief bij gezongen. Dat trok mij echt aan. Dus eigenlijk hoefde je toen in ieder geval geen vertaling bij te hebben? Even niet, nee. Maar het heeft niet zo lang geduurd. Of ik begon toch tekstboekjes te kopen en zo. Want ik wilde toch wel weten waar het eigenlijk over ging. Ja, snap ik. Dat vind ik zelf zo'n beetje een probleem als je naar de opera gaat of daarnaar kijkt of luistert. Dat je echt een uitleg nodig hebt, omdat je de teksten nauwelijks kunt verstaan. Nou, je moet nooit onvoorbereid naar een opera gaan. Je moet in ieder geval tenminste die grote lijnen kennen. En ook de tekst eigenlijk, want de zang, in de zang moet ook duidelijk worden gemaakt wat er in de tekst staat. De emotie die in de tekst ervoor staat, die moet vertaald worden in de zang. Dus het is heel belangrijk. En dan geniet je er veel meer van, want dan is er een dimensie bijgekomen. Ja, en u geeft ook veel uitleg over opera, hè? Ja, zo nu en dan, ja. Ik heb een jaar of 10, 20 heb ik opera cursus gegeven. Daar is een van mijn cursisten. En ja, hij duidt nu op Wil van der Kruis. Onze eindredacteur. Ja. En het zal daarom ook niet helemaal toevallig zijn dat je daarom hier zit. Maar, ik denk het ook niet. Maar wat benadruk je nou met name in die cursus? Of was het gewoon opera's uitleggen? Nou, niet gewoon opera's uitleggen. Het gaat om de verschillende lagen in die kunstvorm te laten zien. En dus bijvoorbeeld, stel je voor de opera Rigoletto. Daar komt Rigoletto in voor. Dat is een bultenaar. Die helpt de graaf van Mantua om vrouwen voor hem te versieren. En jonge meisjes. Maar hij heeft zelf ook een jonge dochter. En hij wil niet hebben dat die graaf ooit met zijn tengels aan die dochter komt. Dus hij voedt die dochter heel streng op. Het is wel een beetje hypocriet eigenlijk. Wat zei je? Een beetje hypocriet eigenlijk wel, hè? Ja. Maar goed, dan zie je dus dat de hypocrisie in die opera wordt getoond. En dat een mens verschillende lagen heeft. Dat hij een dienaar kan zijn van een graaf om verschrikkelijke dingen te doen. Maar van de andere kant een hele lieve kant heeft, want hij wil zijn dochter beschermen. Hij overdrijft daarbij, want voor die dochter is het ook niet goed. Mm-hmm. Ja. Is het ook niet vaak zo dat overdrijving ook een aspect is van opera? Ik denk dat in alle kunstvormen voorkomt dat je iets overdrijft. Dat je op bepaalde dingen de nadruk legt. Dat het ook nodig is, denk ik. Ja, net hebben we een juffrouw gezien hier die een verhaal kon vertellen over hoe ze schrijft, hoe ze tekent. En die kiest ook daar thema's uit. Mm-hmm. Die legt nadruk op iets, op een bepaald thema. Nou, dat gebeurt dus in opera ook. En in de schilderkunst ook. U brengt de opera niet alleen in de cursussen, maar ook hier in het Jan van Mezouw, hè? Ja. Is dat op het ogenblik ook nog? Ja, zeker. Alleen met de corona hebben we wat problemen nou. Maar ik probeer in Jan van Mezouw 5 opera's te presenteren en daar wat achtergrondinformatie bij te geven. Maar het is niet dat daar de opera live te zien is, maar het is op film. Nou, film. Het is dus een dvd. Dus het gaat over een opname uit een theater. Ja. Het is niet zomaar een film. Je kunt ook een opera filmen, maar dat is iets anders. Dit is een live opname. Het is een live opname, ja. En er komen er nu nog 5 of... Dit jaar? We zitten nou dit jaar nog maar 2, denk ik. Je doet er 5 per jaar. 5 per jaar? Ja. Die zijn over een heel jaar verdeeld. Je kunt zeggen, elke 2 maanden is er wel iets. Nou had je het net over eigenlijk de inhoud waar de opera over gaat. Maar ik denk dat de muziek en de zang natuurlijk net zo belangrijk is. De aanleiding dat je hier was dat je zo weg bent van Maria Callas. Klopt. Begrijp ik. En dat ze inmiddels al 43 jaar dood is, las ik. Ja, dat klopt. Is al heel lang. Waarom is Maria Callas zo bijzonder voor je? Nou, in 1953 ben ik voor het eerst op Maria Callas gestuit. Ik was toen nog, het was een jaar 20 ongeveer. En ik kwam uit de mis, zondags. En ik zet de radio aan om 10 uur 's morgens.
op Brussel. En er was altijd een bel canto programma. En toen hoorde ik Maria Callas zingen. En ik was meteen zo getroffen dat ik dacht, ik moet van deze vrouw meer horen en meer weten. En die ben ik vanaf dat moment ook gaan volgen. Ik heb hele rijen grammofoonplaten gekocht en later cd's en dvd's. Dvd's zijn er niet zoveel van haar, maar cd's wel. En ze heeft me dus altijd getroffen. En dan zul je misschien je afvragen, waarom? Kijk, de meeste mensen die naar opera gaan, die gaan voor de zang. En die hopen een sopraan of een tenor te horen, die geweldige toonladders kan zingen, die versieringen aan kan brengen, coloraturen, trillers enzovoort. Maria Callas kan dat ook. Maar bij haar gaat iets anders voor. Bij haar gaat voor de beleving. Wat vertel ik tegen de mensen? Ik ben nu een koningin. Ik heb een koninginskostuum aan. Ik moet me niet alleen als zodanig gedragen. Maar ik moet ook in de tekst tot uitdrukking laten komen dat ik een waardig persoon ben. En dat ik een verafgoond persoon ben misschien. Of misschien een corrupte koningin. Dat kan ook. Is zij vooral een hele goede actrice dan, naast haar zangkunst? Ja, je kunt zelfs zeggen dat, dat ze de attractie van het mooi zingen op de tweede plaats stelt en de interpretatie van de opera voorop stelt. En daar is ze uniek in. En dat zijn later na haar andere zangers en zangeressen ook gedaan. Daarom spreken we ook van de tijd voor Maria Callas. Ja. En na Maria Callas. Zij heeft eigenlijk een soort omwenteling teweeg gebracht. Dan. Juist, ja, ja. Daarvoor was het misschien wat statischer. Was het statisch. Ze heeft ook zelf geprobeerd om regisseurs aan te trekken. Om dat nog sterker te maken. Een beroemde regisseur was in die tijd meneer Visconti. Heb je wel eens van gehoord natuurlijk. En, filmregisseur, hè? Ja, filmregisseur. Ja. Ja, maar die heeft met haar heel veel gewerkt. Die heeft prachtige producten op de podia gebracht. Ja. En ze heeft natuurlijk ook geprotesteerd bij grote operahuizen tegen het feit dat er slechte regisseurs waren. En dat er dikwijls te weinig zangers gewisseld werden. Dat er zangers konden doorgroeien. En dat heeft ze wel gestimuleerd. Ja. Dus heel belangrijk geweest. Zij is heel belangrijk geweest. Jammer genoeg heeft haar carrière niet lang geduurd. De top van haar carrière, dat was tussen 1949 en 1959. Dat is maar 10 jaar. Dat is voor een diva heel weinig. Er zijn grote zangeressen geweest. Die 20, 30, sommigen zelfs, 40 jaar uitblonken. En zij heeft dat niet zo lang gedaan. Maar was daar een bepaalde reden voor? Wat? Was daar een bepaalde reden voor? Ja, ze had een tamelijk moeilijk leven. Veel problemen. Dan denk ik bijvoorbeeld in de eerste plaats aan de slechte verhouding die ze had met haar moeder Evangelia. Die heeft ze sinds 1950 één keer ontmoet. En daarna nooit meer. Daar had ze een slechte relatie mee. Want zij vond dat die moeder haar nooit ging. Had laten profiteren van haar jeugdjaren. Ze moest altijd studeren en altijd zingen. En ze werd alleen gewaardeerd als ze uitblonk, als ze de beste was. Dus ze heeft het geestelijk in haar leven moeilijk gehad. Eigenlijk. Heel moeilijk. Dan moeten we denken aan de verhouding met mannen. Ze is dus getrouwd met een zakenman, meneer Menicini. Ja, in eerste instantie. Natuurlijk heeft hij jaar 10, 12 stand gehouden. Daarna is ze verliefd geworden op meneer Onassis, een reder, een Griekse reder. En die gaf niks om opera. En die heeft daar van opera ook min of meer vervreemd. Ja, ja. Ja. Toen ging het dus niet goed. Ze ging ook een ander leven leiden. Ze vond dat ineens dat haar leven met Menicini tamelijk saai was geweest. En ze dacht, ja, dan kan ik een ander leven beginnen. En het werd een luxe leventje en zo. Maar de zang werd steeds minder. En het had een abrupt einde in de jaren 70. Toen heeft ze nog een wereldtournee gemaakt.
Nou, die cd's raad ik u niet aan om die op te zetten. Want u wil niks meer van Cannes weten. Nee. Maar toch een grootheid. Toch een grootheid. Geweest. Ik heb ze zelf mee mogen maken in 1959. Toen heeft ze in Amsterdam gezongen. Op het Holland Festival. En dan heeft ze een aantal concertaria's gezongen. En dat was fantastisch. Ben ik ook heel erg opnieuw onder de indruk geraakt. En ze heeft daarna in de jaren 70 ook nog een keer gezongen. Maar toen was het helemaal niks meer. Dan kun je... Doet je dan geen pijn als je dat haar zo altijd bewonderd hebt en je ziet dan eigenlijk een... Ja, maar ik durf wel te zeggen, ik heb wel eens een liefdesverklaring gemaakt aan mijn Jaar Callas en op internet gezet. Je vrouw zit erbij, hè? Ja. Ja. Maar ben je het medeweten van? Ja, mijn vrouw kent het weten precies. Ja. Goed. Ja. Heeft Maria Callas nu nog eens een keer goed in het zonnetje, in het daglicht voor het daglicht? Ja, maar je hebt net geluisterd naar de aria Visi d'Arte en Visi d'Amore. En we krijgen maar gaan nog we wat, nu hè? Nog naar luisteren? Ja, maar dat was juist een voorbeeld hoe intens zij daar zingt over het leed wat zij heeft. Ja. Zij moet zich aan een man geven. Ze wordt bedreigd door die man. En zij gaat dan op een gegeven moment zitten. Ze moet erover nadenken of ze aan de wensen van die man toe zal geven. Want als ze dat doet, dan zal haar minnaar, die ook vastzit, zal vrijkomen. Althans, dat wordt haar beloofd. En dan gaat ze zitten, ze vouwt haar handen, denkt diep na en zegt, waarom, heer, waarom moet mij dat allemaal overkomen? Ik heb gebeden voor de armen. Ik heb giften gegeven voor degenen die het slecht hadden. Waarom moet mij dit overkomen? Een soort gebed. Mm. En als je ziet hoe ze dat zingt, dat is geen ander die het zo dan, kan. Dan beleef je dat. Zo beleef je dat. Ja. Peter, we willen nog heel graag nog een laatste stukje precies. horen. En als we niet opschieten, lukt dat niet meer. Wat gaan we nog meer horen? Ik dacht die waren uit de Barbier. Oedevoortse boeken. Ja. Uit de opera De Barbier van Sevilla. Dat is een humoristische opera. Zoiets noemen we een opera buffa. Mm-hmm. En daar vallen nooit geen doden bij. Een tegenstelling het is wat vrolijker. Is wel vrolijker, over het algemeen. Maar het is een opera. En opera betekent drama per musica, zeggen de Italianen. Dus ze heeft altijd een dramatisch aspect. En dan komt in deze opera ook voor. Ik zal in het hele verhaal niet meer. We hebben ook geen tijd voor. We gaan er graag nog even naar luisteren. Doe dat maar. Il mio cor ferito è già ed in dolore che il piano sin dove sarà lotterai la vincerò Nou, helaas moeten we afscheid nemen van Maria Callas en van Peter Anné. Dankjewel voor de fantastische uitleg, Peter. Graag gedaan. We snappen weer veel meer van opera. Ja. En dit was het einde van Gosse Kringen van vandaag. Daar keek of luisterde u naar het logprogramma over samenleving en cultuur. Met als gasten Sanne Miltenburg, Piet van den Hout en Peter Anné. Ik presenteerde zoals altijd de rubriek uit het gemeentehuis. Ludwig Tannenbaum verzorgde de techniek en Wil van der Kruis tekende voor de redactie.
Harry van de Ven en ik presenteerden dus, dat hoorde u volgende week in het programma, Goorlenaar Wil Schilders, die onlangs zijn derde boek publiceerde over Sudoku's. Ook nog Sanne en Marijn, die doen wat met religieuze gebouwen, hier met de Maria Boodschapkerk. En omdat het 2 oktober Wereldouderendag was, is Leo Bisschops, voorzitter van de KBO Brabant, volgende week onze gast. Dus kijk en luister maar weer. Tot dan. Tot de volgende keer. Tot dan.